Goedemorgen. Ik ben net wakker. Misschien dat jullie dat wel zien aan mijn uitgeslapen gezicht. Ik ben dus wakker. En ik liep het huisje uit en ik zag zo'n mooie berg. Die wilde ik echt heel graag met jullie delen. En ik laat straks nog wel even het huisje verder zien. Oké. Kijk toch, zo mooi. Een paar kleine wolkjes, maar... Nou, daar ben ik weer. En nu wederom met hetzelfde uitzicht, maar nu zonder wolken. Nou, kijk dat topje joh, kijk die bergen. Nou, we zijn nu in het Himalaya gebied, gebergte van Nepal. Laat ik nog één keer een mooie uitzichtshot zien voordat ik het huisje van binnen laat zien. Er zijn hier in Torompedi niet zo heel veel lotjes, maar 3 of 4 of zo. Ja, wij zaten in deze. Het is een vrij grote, moet ik wel heel eerlijk zeggen, dat verbaasde mij. Je hebt hier een kleine balie. Oh, en daar is de gastheer. Hallo! Hallo! Hier heb je een vrij groot zitgedeelte met achterin ook nog gezellig. Hier een kleine keuken. Dan heb je hier allemaal slaapvertrekjes. Ik zal een beetje doorlopen. Nou, de meest hilarische van de dag is natuurlijk dit. Als je noopt, dan moet je even op het fluitje blazen en dan word je gered. Nou, beter dan dat kan niet. En dan hebben we ons huisje met de bedjes gezellig tegen elkaar aan. En een lieve dappere held Dave. Hey Dave, hoe gaat het deze morgen? Nog iets te melden of eigenlijk niet? Nou, niet zoveel. Hallo beste volgers van Chateau, hoe gaat het met jullie? Met ons gaat het heel goed hoor. Nou, dan zeg ik maar namens Deetjes Toedels. Ja? Ja, Deeski? Ja hoor. Oké, toedels. Nou, inmiddels zijn we op pad. Het is 8:30. En we nemen een hele steile berg omhoog dit keer, een weggetje. Hij moet helemaal daarheen. Dave is al begonnen aan de klim. En tot straks. Nou, een tijdje onderweg met nu al echt de mooiste, meest fantastische uitzichten die je maar denken kunt. Kijk dan, joh, al die witte topjes, zo mooi. Dave, hoe gaat het? Heb je een mooie witte berg achter op je achtergrond? Wat staat er een mooie witte berg op de achtergrond bij jou? Nee? Kijk, ik ben in Nepal. Echt?
dat zijn de top was boven de 6000 meter besneeuwd volgens mij. Oh ja. Bijna 5000, ik heb nog eens sneeuw gezien. Echt? Wauw, hoger dan de Mont Blanc. Oh, volgens mij zijn we er. Oh, wat fijn. Oh my god. Het was zo'n zware klim. Maar... the reward is great. Nou, we zijn er. En ik ben erg blij. En achter mij zie je de kamer die we hebben. Dat laat ik straks nog wel een beetje beter zien. Het was een tocht van 2 uur. En ja, die klimt eigenlijk alleen maar omhoog. Wat best wel zwaar is, ook omdat je over een soort rotsen en losse stenen moet. Het is niet geheel ongevaarlijk, maar het is zeker niet heel erg gevaarlijk. Dus maar je moet wel...
heel voorzichtig zijn, zeg ik altijd maar. Want in de bergen is treadzekerheid heel erg belangrijk. Heb ik van DVG 13 in ieder geval. Het uitzicht van ons kamertje. Dit zijn de lodges waar we zitten, de kamertjes. Daar de mooie bergen, heb je daar het restaurantje. Nou, helemaal prima toch? Ik ben blij, volgens mij is Dave ook onwijs blij. En we zitten nu op 4800 meter. Dat had je misschien ook al gezien aan het bordje wat ik had gefilmd. Het is toch onbevattelijk dat je nu gewoon midden in het Himalaya-gebergte zit. Waar de hoogste toppen ter wereld zijn. Ja, ik ben in ieder geval blij en we voelen ons heel goed. We hebben geen last van hoogteziekte vooralsnog. Dus ja, we zijn positief. Oh my god, I don't know either. I think I didn't ask. We didn't ask. I do not pay. Yes. Can you, no. Can you open the Wi-Fi name and then they give you password? Hallo, daar ben ik weer eventjes. Want volgens mij moet ik nog een soort mysterie uit de doeken doen. En dat mysterie heet natuurlijk Dagu. Op een gegeven moment gingen we dus wandelen weer. En Dagu was de hele tijd al dagen onze trouwe vriend. Maar toen wij, volgens mij was dat in Manang, moesten we de volgende ochtend moesten we ons laten registreren bij zeg maar zo'n service, dat ze weten wie er allemaal op de trail zit. Nou, en daar zat hij trouw te wachten. En toen liepen wij verder. En Dagu die was aan het spelen. Maar toen zagen we hem niet meer. En dat vonden we eigenlijk onwijs jammer. We waren best een beetje verdrietig. Moet ik eerlijk zeggen, Dave ook. Want ja, het was toch een soort van trouwe metgezel. Maar ja, wat ik al zei, dieren hebben hun eigen wetten en het is maar goed dat ze daar is gebleven. Want ja, voor hetzelfde geld was ze nu ook hier geweest en hadden we ook niet geweten wat we met haar hadden moeten doen. Dus het is maar goed, maar we vonden het wel jammer. Maar Dagu is in Manang blijven plakken. Daar had ze ook twee vriendjes, dus op zich was dat goed. En wie weet, misschien woonden ze daar wel. Nou, dat was het mysterie. Nog een beetje uitzicht. Oké, doedels.